Hallo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video hier op Edeldeam. Mijn naam is natuurlijk Jurgen, oftewel Zoldy. En vandaag ben ik hier weer met een nieuwe Mining Dead. En dit keer met Emiel. Hallo. En Damien. Hey, twee nieuwe mensen die hier gaan overleven. En jongens, go, 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 go. Move out, move out, move out. Oké, ren mee en volg mij. Dat begint al goed. Yes. We gaan deze kant op, want anders gaan we precies dezelfde route doen als de vorige keer en daar heb ik geen zin in. Wat is leuk. Laten we hopen dat we een auto vinden zo snel mogelijk. Dat zou zo vet zijn. Ik heb op een andere TMD heb ik een auto. No, iemand heeft... Oh, ja, hij gaat open. Nice. Oké, loot even hier. Probeer gewoon alle kisten te vinden en te looten. Hier heb ik namelijk een keer een auto gevonden. Pas op voor walkers, want als ze je raken, kan het zijn dat je gebeten wordt en dan moet je iets van je lichaam afsnijden. Als dat gebeurt en je hebt niet een wapen dat het kan, dan... Iemand is hier dood gegaan. Ik heb misschien iemand doodgeschoten. Ja, dat is zijn eigen fout, dan heeft hij niet zijn teammark geaccepteerd. Ik heb nu wel extra wapen. Dan is het misschien niet zijn fout, dan heb jij hem gewoon gekild in kou. En eten. Ik ben blijkbaar gebeten ofzo. Oké, kom dan. Gaat goed. Gaat heel goed. Kom, we pakken de spullen op. Ben ik wel benieuwd, wat zit er in zijn backpack? Oh, damn. Die had ik niet willen gebruiken, maar oké. Zijn backpack is helemaal leeg. Hoe doe je walker cuts op? Gewoon als... Armor? Oh fuck, ik ben... Wat is er? Wat? Jongens, waarom zijn jullie zo slecht hierin? Ik heb trouwens walker cuts op me gesmeerd. Dus, ik zie het. Het ziet er heel gezond uit. Walkers vallen mij nu niet meer aan, dus ik kan gewoon YOLO rondlopen nu. Nice. Oké, laten we verder gaan. We hebben nu in ieder geval weer alles verdeeld. Wat we zo gaan doen is... We gaan eventjes hierachter checken eerst. En we gaan even de boot checken. Bootje! Daarachter kunnen we namelijk op de boot komen. Okay, er ligt nu alleen wat in het water. De zombies ook zwemmen. Blijkbaar. Ja, zo te zien wel. Nou zijn het geen zombies, maar walkers. En heel vaak daarvoor... Oké, pistol. Beter. Oh, ik heb een scope gevonden. Oké, als je trouwens, jongens, kijk, als je trouwens iets vindt van een scope of een red dot sight, dan ga je gewoon in je crafting inventory, ga je dat doen en dan zet je dat gewoon ernaast. En dan moet je even kijken op welke wapens het allemaal kan. Uh-huh. En dan kan je dat erop zetten. Nu heb ik mijn sniper geüpgrade en nu heb ik een dikke scope op mijn sniper. Oh, god. Oh, nee. Je zou maar in een post-apocalypse zitten, net zoals ik. Wee, ik ga spammen. Oké, we gaan nu iets gevaarlijks doen. Dus, ik heb hier helemaal geen kogels voor. Oh god. Niet schieten, jongens. Kogels niet wasten zomaar. Pas als het echt ik niet heb anders niet zo kan. Goede ik heb niet zo'n goed wapen. Zo. Ja, maar ik wel. Dus als je gewoon een beetje bij mij blijft. Oh no, Hak je benen af. Ik heb mijn arm eraf gehakt. Hey! Niet handig. Die Nederlanders ook op deze TMD. Ja, heel veel. Deze TMD is echt vol met Nederlanders. Oké, ja, oh fuck, ik kan doen. Sommige wapens kan ik niet gebruiken. Omdat ik maar één arm heb. En ik loop hier alleen. Dat is niet waar. Ja. Je loopt helemaal niet alleen. Jongen, wil je alleen lopen? Hè? Dan gooi je weer uit de team en dan killen we je. Nee. Dan loop je niet meer, maar uiteindelijk loop je wel weer. En dan noemen we je ook nog eens een loper. Kun je ook beide benen amputeren? Nee. You can only do it once. Dus ik heb nu één arm kwijt, dus ik kan nog een been kwijtraken. En daarna ben ik fucked in. We're the I'm best alive. Around. It's the wij zijn het beste eye team of the tiger. Ooit. It's the thrill of the fight rising up. To the challenge of our rivals. Boom, boom.
And the best non-survivor stalks his prey in the night. And he's watching us all with the eye. Dus volgens mij een energiecentrale. Yep, zo te zien wel. Oké, let's be careful. Let's go in. Let's get find some food. Because we need some. We lopen ook gewoon recht door een smolten auto. Voertuig heen. Waarom niet? Shotgun shells. Hell yeah. Ooh. Kan ik trouwens een shotgun gebruiken met één arm? I can! Hell what? Yeah! Hey Emiel! Over je! Ja, ik zag je. Hallo! Ik ben een arm kwijt, jongens. Hoi, join the club! Ik heb high five! Daar achtergelaten. We doen een stompje high five straks. Ja, dat gaan we doen. Oh, walkers. Walkers. Oh, walkers. Oh god, nee, nee. En Damien is dood. Wat, is hij dood? No! Ik zag hem doodgaan voor mijn ogen. Maar ik kon geen wapens meer gebruiken. Ja. I told you about this. You could have known. If you listened to me. Volgens mij komen we bij een farm. Oh my god, als dit Herschel's farm is. Ja, het is Herschel's farm. Oh mijn god. Yes. Don't drink from this water. Dit is best wel een leuk huis. Yes, this is the farm. Herschel's farm. Pam pam pam. Klinkt heel spannend. Farm. Nice. En van jou? Oh, ik zie iets. Ik zie iets in de verte. Oh, het is een power. Elektriciteit. Dat betekent beschaving. Ik zie een huisje. Ik zie een huisje. Oh my god. Stay. Oh, wee als jullie bij mij komen. Zal ik hem snel uit het team gooien, zonder dat hij door heeft? Kunnen we hem killen als einde. Goed idee. I like the plan. I like that plan. Het is gewoon een dorp. Ja, ik zit dorp in het dorp. Uit de serie is dit, Jurgen. Het waarschijnlijk het dorp in de buurt van Herschel's farm. Wow, shit, wat weet jij veel van The Walking Dead. Emiel! Ja? Er loopt een oude grijsharige man. Godzalle! Ik wist dat dit zou gaan gebeuren. Ik zit op de wc. Maar hij zit in onze team, dus ik kan hem niet killen. Brood! Brood! Nou, ik ga sporten. Ja, dit. Emiel, kom! Nee, nee! We hebben Damien nodig, we need to find him. Oké. Hij zit hier achter. Waar ben jij, Emiel? Ik zit hier boven. Wacht op mij, wacht op mij. Where you at? Hier zo. We moeten hier naartoe. Hier, links, achter je! Oh daar. We moeten naar het gebouw. Je was legit gewoon onzichtbaar voor een moment. Oké, Damien, where are you at? If you want to join the team, you better talk. Ik zit daarboven. Pas op. Oh, what the fuck? Hij is uit het team gegooid, hè? Het moet lukken. Oh, heb je hem uit het team gegooid? Ja, tuurlijk. Kom op, shit, mijn wapen is op. Fight like a man, want ik kan niet snipen. Lafaard. Het lijkt niet. Oh, shit. Woo! I killed him! Emiel, ik heb je dood gerevenged. Oké. Maar, jongens en meisjes, ik denk dat dat ook het einde wordt van deze aflevering. Want mijn ene arm die nog wel werkt, wordt een beetje moe. En mijn team is nu vermoord. En de verrader is dood. Dus, ja. We stoppen ermee. Maar, vond je weer leuk? Een nieuwe aflevering van The Mining Dead? Laat dat dan even weten door een duimpje omhoog te knallen. Net zoals de vorige aflevering. En wil je dit vaker zien? Laat het dan even weten in de reacties. En laat ook weten wie van die medeldier je allemaal nog meer wilt zien voorbij komen in The Mining Dead. Wie wil je zien overleven in de zombie apocalypse? En wie wil je zien doodgaan in de zombie apocalypse? En dan, hopen dat je het leuk vonden. En dan zoals altijd, tot de volgende keer. En tot doei.
Houdoe. Hallo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video hier op Edeldier. Mijn naam is natuurlijk Jurgen, oftewel Toldi. En vandaag ben ik terug met de Spiksplinter nieuwe Creative World. Ik ben terug. Wij zijn eindelijk terug, jongens. Ik heb een tijd geleden al een video gemaakt dat we wel verder gingen met de serie. En dat alles weer op gang zou komen. Dat duurde iets langer dan gedacht. Maar de vakantie is nu ook echt voorbij. Zo goed als voor iedereen. En dat betekent dat de serie weer terugkomt. En met de serie bedoelen we dan echt de serie. Als in, hij komt op DLC. Daar zul je mij...